Komt al, het is je gelukt. Je hebt jezelf weer in en in verpest. Nou, laat het verpesten doorgaan, vriend. Ik ga jou een vol uur verbazen met... magie! Magie? Kun jij jezelf laten verdwijnen, SpongeBob? Gekke Octo! Die dingen leer je pas als je niveau 10 bent gepasseerd. We beginnen met iets eenvoudigs als kaarttrucjes. Hier, pak deze simpele speelkaart terwijl ik hem omtover in een magische speelkaart. Kom, kijk en huiver. Oké. Stap. Dit is hopelijk zo voorbij. Dat brengt ons bij... Stap. 3. Jongleer een beetje. Nou is het echt moet, Mr. Magic. Ik heb geen geld, maar neem alsjeblieft mee. Pak dan de kaart en schuif hem in je oor. Maar ik hou niet van pistache-ijs. Maar je wilde toch pistache? Zeg, Hocus Pocus Pilatus, pistache-ijs! Octo, ik heb je met een simpel kaarttrucje in een ijsje veranderd! Dus, ik ben nu een echte tovenaar! Maar hoe maak ik van jou nu weer een Octo, hè? Presto! Nee, eens kijken. Ah, aha! Alakazam! Abacadabra! Sesam, open nu! Ah, word o snel o weer o Octo Duo! Oh, wat spijt me dit, Octo. Ik heb je veranderd in een meer zoet kinderijsje. En ik kan je niet meer terug toveren! Wie bezoekt hier Mr. Magic? Oh, vertel! Het is ik, SpongeBob van de SquarePants, magier eerste klas. En ik heb mijn vriend in een ijsje veranderd. Wat leuk! Oh, dank u. Maar ik krijg hem niet terug. Heb je al aan een andere hobby gedacht? Ik dacht eigenlijk meer aan uw hulp. Mijn hulp? Nee, dank u. Maar dan zal mijn vriend voor altijd een ijsje blijven. Sorry, ik moet gaan lunchen. Ik mag wel. Duurt 2 jaar, grote eter. Alsjeblieft. Stilte. Maar heer, niemand is zo bedreven in magie als u. Dank. Je. Hey, SpongeBob, we zitten hier een blauwe vent in een soort pijp te praten. Laat hem maar kletsen. De vis die je ziet is enkel een illusie. Huh? Waarom zegt hij hetzelfde als Mr. Magic, SpongeBob? Weet ik veel, Patrick. Wie bent u, meneer? Nou, ik ben Horace B. Magic. Bent u Mr. Magic? Technisch gezien. Maar de echte magie hier is gelukkig de magie van de business. Dus u kunt mijn vriend niet terugtoveren? Oh, ik ben helaas bang van niet. Het spijt me vreselijk, makker. Je krijgt je geld wel terug. Ik wil geen geld terug. Ik wil mijn vriend terug. Dit gaat niet over business. U bent gewoon een dief. Een doortrapte, liegende zakenman. Die de schoonheid van magie gebruikt om zichzelf te verrijken. Door u heb ik geen vertrouwen meer in goochelaars. Beveiliging. Wat moeten we nu doen met Octo? Zullen we hem opeten? Ik heb honger. Mr. Magic is nep! En zijn magische troep is nep! Zijn toverwoorden zijn nep! Ja, kiesma, kiepa, pita, pigo, pipo, pipla, pifla, pigu, pitu, pie. Zelfs abacadabra is niet echt! Hocus pocus, pilatus, pistache-ijs! Yeah. Ben je aan het doen, SpongeBob? Octo! Mijn vriend! De woorden waren wel echt! Ik ben dus ook een echte tovenaar! Zal ik je in iets anders veranderen? Hey, stop! Zuid-Afrika! Zeg, SpongeBob, ik heb honger. Verander mij in een pot mayonaise, dan kan ik mezelf opeten. Best maatje, Patrick O. Mayonaise O!